Dag dames en heren en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Robin over de natuur. Deze keer zijn we gestrand. Het bordje zegt het al. Naar de Tripbos in Tripscompagnie, vlakbij Hoge Zanden op de weg richting Veendam en de Veenkolonie. We zijn hier wel eens vaker geweest. Het is de herfst is aangebroken, dus dan laten we weer wat andere mooie beelden zien natuurlijk van de natuur. Want natuurlijk gaan hier daar de bladeren alweer vallen. Zie je weer prachtige kleuren. Kortom, genoeg te zien. Ik zou zeggen, kijk gezellig met ons mee. Als je goed kijkt, zie je hier een hele mooie toren. Prachtig natuurlijk om te zien. Voor sommigen een beetje, ja, beleving, maar het ziet hartstikke leuk uit en hij doet lekker, gaat lekker zijn gang, wou ik zeggen. Hartstikke leuk. En dan zie je hier weer een paar prachtige brandnetelstruiken. Heel wat vochtig, het is geregend. Het is vandaag een beetje wisselvallig weer. Ja, wat wil je ook als het herfst is? Weer wat kouder s'avonds natuurlijk. En ook wat meer neerslag komt er weer er voorbij. Alhoewel het natuurlijk ook in de zomer gewoon kan. Ook kan gebeuren. Dus, je weet het verhaal achter de brandnetels. Dus dat ga ik je nog een keer vertellen. Wil je het toch weten? Kijk dan even mijn vorige natuurfilms van dit jaar. Robin over de natuur. Aflevering 1 tot en met 7. En dan zie je hier een prachtige sloot. Die dwars door dit bos. Zeg maar. Het ziet er prachtig uit met al dat groen. Met al deze bomen erbij natuurlijk. Hartstikke leuk. En wat een rust ook, hè. Je hoort hier bijna niemand, niks of niemand. Heerlijk. Lekker genieten geblazen. Gewoon hier in het Uiteraard Tripbos. En dan zien jullie hier weer een paar prachtige bramenstruiken. Deze bramen zijn al dood. Die hebben een tijd alweer gehad voor dit jaar. Hier ook nog een paar, je ziet hier nog een paar rode bij, die moeten nog rijp worden. En dan zie je een paar van die besjes. Speciaal bestemd voor vogels of lijsters. Volmeesjes, roodborstjes, noem het maar op. Niet voor de mens. Nou, gelukkig zijn er voor de mens ook genoeg andere etenswaren, ook in de natuur trouwens. Zeg maar zijn appels of peren. Dus dat scheelt weer. Dan zie je hier nog een prachtige sloot. Die is uit de die loopt ook geweldig leuk, geweldig mooi. Door deze bos heen, dit bos. Hartstikke leuk. Nou, wel super. Dit is een paadje, waar ze het bos heen lopen. En aan deze kant. Hartstikke goed. Hartstikke mooi, jongens. Heb je hier ook weer een struik met allemaal besjes erin. Ook bestemd voor vogels. Kom ook wel tegen in normale tuinen bij mensen thuis. Achterthuis of voorthuis, wat je wil. Ach, en wat een prachtig beeld natuurlijk. Dus dat is hartstikke mooi. Oké, we laten jullie nog veel meer zien van Adriaan Tripbos. Ja, dan zijn we nu aangekomen bij een paar prachtige paddenstoelen. Ook wel de vliegerswam genoemd. Zoals jullie zien zijn er hele grote stukken uit. Bepaalde beesten die hier leven, die hebben natuurlijk daarvan gevreten. Voor de mensen is het heel giftig, dus wij kunnen het beste niet opeten. Als je niet dood wil gaan of een ziekte wil krijgen. Maar voor beesten is het natuurlijk ideaal. Het levert natuurlijk wel prachtige plaatjes op. Prachtige beelden. En het is gewoon mooi om te zien. En dan zijn we hier weer beland bij een ander gedeelte van het Adriaan Tripbos. Een wat overdekte bos. Waarbij de grond ook is veranderd. Het pad is veranderd. En de bosrijen natuurlijk weer anders zijn. Zoals jullie zien. Allemaal nog mooi bebost, allemaal nog heel veel met blad. Wel hier daar wat verkleuring, zoals jullie hier bijvoorbeeld zien. Al een beetje gelig, dat is de eerste kleur die in het proces verschijnt. Wanneer de bladeren van de bomen dreigen te vallen. Dat gebeurt dus niet gelijk maar gepaard met veranderingen van kleur. Hier zie je ook allemaal verschillende kleuren bladeren. Die zijn allemaal al gevallen. Hartstikke leuk. Vind je dit tot nu toe nou een leuke video? Doe dan ook even de blauwe duimpjes omhoog op YouTube. En abonneer me even op mijn YouTube kanaal Robin Alberts. Zo blijf je op de hoogte van al mijn videoclips, van mijn eigen liedjes,
audio-opnames van covers, ook wel eigen liedjes, natuurfilmpjes uiteraard en nog vele, vele meer. En heb je in de tussentijd een tip of suggestie voor mij, mail me dat dan even naar Robin 136 Alberts apenstaartje hotmail.com. Nog een keer een herhaling, Robin 136 Alberts apenstaartje hotmail.com. En wie weet behandel ik jouw vraag of suggestie wel. En dan zien jullie hier ook weer een prachtig slootje. En die hebben ze al het rommel de laatste weer uitgehaald. Dat is nodig om een beetje de boel schoon te houden natuurlijk. En dat die sloten niet verloren gaan met een of ander iets of wat dan ook. En daarachter zie je nog wat bedrijven hier zo. En daarachter heb je Zuidbroek liggen. Wat dit precies is, ik denk iets met gas of zo. Maar dat moet ook allemaal maar doorgaan. En dat is ook volop in bedrijf zo te horen. Dus En dan is het weer tijd om weer naar een prachtige random te gaan kijken van het ADN Trapbos hier in Tripscompagnie. Kom met jullie, leukste leuk. In the darkest night, I saw your eyes. A sense of threat that I can't forget. I wanna know who you are. This is what I need to know. Take my hand and let our fears go. Take me to your jungle, where the rain is warm and the birds fly. Take me to your kingdom. Yeah, take me to the, yeah, take me to the. Dat jullie ook deze rende weer leuk hebben gevonden.
Daarbij zijn we ook alweer aan het einde gekomen van deze aflevering van Robin over de natuur. En deze keer vanuit Adriaan Tripbos in Trips Compagnie. Wil je meer van mij zien? Kijk dan even op mijn YouTube kanaal Robin Alberts. Daar kun je ook abonneren, volg je mij en blijf op de hoogte van alles wat ik daar post. Heb je tips, vragen of suggesties voor mij? Mail me dat dan even naar robin136alberts@hotmail.com. Binnenkort zijn we wellicht weer ergens anders. Voor nu nog een hele fijne dag en graag tot de volgende Robin over de natuur.